Nou, als ik terugkijk op de fabriek, doe ik dat met veel plezier. Het is een van mijn leukste producties geweest. Het was een serie die begon net op het juiste moment. Het was eigenlijk de eerste lange soap. We hadden een echt goede cast. En we hadden een voor ons hele nieuwe regisseur, Andrew Wilson, Engelsman. En die nam mij onmiddellijk, al de eerste minuut dat ik hem ontmoette, in, omdat hij zei, dames en heren, ladies and gentlemen, this is television, I don't like hard working, and it's not drama, it's entertainment. Toen ik dus hoorde dat er een Engelse regisseur zou komen, vond ik dat natuurlijk heel erg fijn, want ik heb mijn opleiding in Engeland gehad, dus dan heb je gelijk wat samen. Dus dat ging met Andrew Wilson ook zo. En ik heb het gevoel dat in die tijd Engelse regisseurs naar Nederland werden gevraagd, omdat ze natuurlijk heel erg veel ervaring al hadden met televisiedrama en prachtige series al hadden gemaakt. Action! Ik denk dus dat we een beetje van het leerproces en van de kwaliteit uit Engeland in Nederland een beetje daarvan wilden leren. Het verhaal was goed. Dat was weer wat gemoderniseerd. Dat was eerst nog wel ietsje trager. Het is niet zoals nu bij de soap één dag repeteren en dan meteen alles opnemen. Dat is natuurlijk heel erg veranderd. Daar was echt, je had een repetitieweek. Je ging echt repeteren. Je bereidde dat wel goed voor. Er waren natuurlijk droge repetities, die scènes. Dat werd dan in een ruimte gedaan. En dan was een stoel, was de deur en met plakband waar je... Nou, tot ik in de studio kwam. En dan was voor de acteurs, moest het eigenlijk klaar zijn. Want dan was het voor de cameramensen. Want die kwamen nu, die kregen hun draaiboek en die moesten die shots maken. Maar ja, ik heb wel met ploegen gewerkt. Dat klikte dan soms niet. En dat ging dan over en die begreep het niet. En dan weer een engel in beeld. En... Nou, maar bij ons met de fabriek ging het allemaal perfect. Het was goed voorbereid, heel goed voorbereid. Ik neem aan dat toch dat eerste, die eerste zeven delen die dat waren, toch wel drie, vier maanden heeft geduurd voordat die erop stonden. We waren een groep, dat heb ik ook niet zo vaak meegemaakt, vanaf de kabelschouwer tot aan de regisseur. Een onderdeel van het stuk, van het werk wat je deed. En zo moet het ook. Je maakt niet in je eentje. Kijk, met die televisiering, die hadden ze voor de hele serie moeten geven. Van Sacco van der Maanden, die daar een oude suikerkoker in speelde en zo. Waar ik hele fijne scènes mee had. He, Diana Dobbelman, mijn secretaresse, die dan verliefd op me is. En dat komt dan later in Portugal uit, zegt dat. He, Pleun, zag er schitterend uit. Jeroen, die loesje advocaat. Frederik de Groot, mijn neef die dan toch het ambitieus heeft om het van me over te nemen. En het zat allemaal goed in elkaar en het viel ook goed. Het leuke is toch wel, vind ik, van dus, wat je ook noemt van Bartje en Dagboek van de Herdershond. En dat dat Nederlands drama is. Dat is toch leuk. Hè? Je ziet de suikerfabriek, je ziet de mensen op het land, je ziet het kroegje, de jenever, je ziet de mensen in hun huis een beetje kneuteren hè, met het trijpenkleedje op tafel en met koffie en nog eens een kopje koffie en borreltjes en zo. Dus ja, en dat had je natuurlijk met Dagboek van de Herdershond ook. Het is toch leuk dat gewoon van Nederlandse bodem was. Ik zei na een week thuis, zei ik tegen mijn vrouw, we hebben een klapper in onze handen. En dat was het ook.